Ik zou heel graag het werk van Peter Stam aanprijzen. En ik denk nu, zijn hele oeuvre is interessant, maar ik denk aan één boek in het bijzonder. 7 jaren heet dat boek. En daarin beschrijft hij, in die periode, 7 jaar, de obsessie van een geslaagde man, een architect, met een perfecte vrouw en volmaakt leven. Beschrijft hij de obsessie van die man plots voor een arme, Poolse, diep christelijke vrouw die hem niet stalkt, maar die toch in zijn buurt komt. En hij voelt zich aangetrokken en tegelijk stoot ze hem af. En dat duurt 7 jaar. En het fantastische van zijn verhaal is dat je compleet begrijpt en gelooft waarom gebeurt wat in het boek gebeurt.